Ja, welkom allemaal. Een hele goede middag, Tom. We gaan weer oefenen. Jij hebt beatoefeningen gemaakt. Ja. En die gaan over het volgbod. Ik zal even een klein stukje introductie doen en dan geef ik het woord aan jou. We gaan beatoefeningen doen en die gaan over het volgbod. Je ziet een tweetje staan. Dat betekent dat er ook een eerste aflevering van is. En dit is daar een uitbreiding op. De beatoefeningen die sluiten dus aan bij Start met Bridge, hoofdstuk 5, tweede boek. En Berichtje en Flits, hoofdstuk 8. Dus als je nou een cursus volgt, dan pak je dit erbij. Als je een docent bent, dan kun je dit je cursisten laten zien. Als je gewoon je kennis een beetje op wil halen, dan bekijk je het ook. Nou, Ton, ik ben benieuwd. Je hebt weer spellen gemaakt. Die gaan wij samen bieden. Dus ja, ik geef het woord aan jou. Ja, het is dus. Ik ga dus echt uit van de basisvoorbeeldingen. En nou, de tegenpartij die heeft een harte geopend. En ik zie al dat ik een mooie vijfkaart schop heb en 10 punten. Dus mijn keuze is duidelijk. Ik ga nu een volbod geven van 1 schoppen. Heel en goed. Daarmee geef ik informatie dat ik minimaal een vijfkaart heb en tussen de 8 en 16 punten. Helemaal goed. Want stel je voor, Noord had gepast en je had moeten openen. Dan had ik gepast. Ja. Dus let op, het is dus wel een volbod en geen opening. Hij komt terug naar mij. Eens even kijken. Mijn partner heeft een schoppenvolgpot gedaan. En ik ga eens even rustig naar kijken. Nou, nu weet ik dat mijn partner dus een 5-kaart schoppen heeft. Dus ik kan een vinkje zetten bij de schoppenfit. 5 plus 3 is 8. Ik heb zelf 12 punten. Dan ga ik ook afvragen, is het wel of geen marm? Zou dat kunnen? Het zou kunnen als mijn partner een beetje een mooie hand heeft. Dus ik ga een invitbol doen. Ik ga hier 3 schoppen bieden. Daarmee geef ik aan mijn partner. Ik heb tussen de 11 en de 14 punten. We hebben een schoppenfit. En vertel jij me eens, heb je een beetje een mooi volgbod of ben je minimaal? Terug naar jou, Tom. Ja, nou, ik heb 10 punten. Ik kan misschien nog een puntje bijtellen. Maar ik vind het risico te groot. Ik vind Tom een beter op te passen met deze hand. Ja, weinig over. Past, we hoeven ons daar niet voor te schamen. Dus we zijn geëindigd in 3 schoppen. Ja. Dus zo zie je maar. De tegenpartij opent. Ton volgt 1 schoppen. Ik bied hier 3 schoppen. Als ik nu iets zwakker was geweest, Ton. En ik had ook 3 schoppers. Wat is ongeveer de range van 2 schoppen? Nou, hangt er een beetje af als Zuid geboden heeft of niet. Ja, dat is een beetje lastig. Maar dan zet ik zelf tussen de 6 en 10 punten ongeveer. Ja, een beetje ongeveer. Kijk, het is ook wel leuk om te zien hoe streng we zijn met de regels als partner geopend heeft en we doen limietbiedingen. Als je het hebt over volgbiedingen, gaat het veel meer om de soort kaart die je hebt en hoe mooi de kleur is. Hier heb je het nog een keer schematisch weggezet, Tom. Ja. Kijk, die maximaal 10 punten, het hangt er ook een beetje af hoeveel schoppers heb je in je handen. Ja. Hoe dus meer schoppers, hoe minder punten. Maar voorlopig voor de basis is dit voldoende, Tom. Een uitgangspunt. Helemaal. Als er een fit is. Top. Volgende handje, daar ben jij als eerste. Ja, mag ik weer eventjes kijken. Ik heb dus 11 punten met een 5-kaart harten. Nou, de moeite waard om toch wel een volpot, dus een goede 5-kaart, om toch maar 1 harten te volgen. Perfect. 1 harten volpot. Mooie hartkleur, 8 tot 16 punten. En hij komt terug naar mij. Ja. Ja. 3, 4, 5. Ik heb maar 7 punten. Ik heb een 3-kaart harten mee. Ja, nu ga ik toch wel twijfelen. Tom, maar ik heb een singleton schoppen. Dat vind ik wel heel mooi in mijn kaart. Ja. Dus ik neig ernaar om te gaan steunen met 2 harten. Vind jij dat ook een goed bod of zeg jij nou toch? Nee, ik zou het zeker doen. Je bent enthousiast. Nou, helemaal goed. Zo zie je maar, wat het leuke hiervan is als je puur alleen maar naar standaard regels kijkt, dan zit je een beetje op het randje, maar door die singleton schoppen en 3-kaart hartensteun heb ik een perfect bod van 2 harten. Dus ik heb je gesteund, Tom, en hij komt naar jou. Ik weet voldoende, Tom. Ik pas. Jij past, ja. 2 harten. We hebben een mooie hartenfit. En je hebt niks meer te melden. Nee, je ziet dat de mandje niet in kan zitten.
Kijk, en de kans is nu heel groot dat de tegenpartij nog twee schoppen vindt, hoor. Ja. Normaal gesproken. Ja. En dat zou nog wel eens wat gaan bieden. Oh, nou mag jij het zeggen, Tom. Ik mag volgen. Europa. Interessant. Je hebt het me weer niet makkelijk gemaakt, denk ik. Ik ga eens even kijken. De tegenpartij opent een ruiter. Ik heb 16 punten. Ja, als de tegenpartij geen ruiter had geopend, had ik een sans geopend. Ik heb een 4-4-3-2 met 15 tot 17 punten. Ik heb een goede ruiterdekking, dus ja, ik volg hier gewoon één sans toe. Eén sans toe, 15 tot 17 punten. En ik heb een ruiterstop. Ja. Nou, het is wel mooi dat jij dat biedt, één sans. En ik heb maar twee punten, dus er zit niet veel voor ons in. Maar het positieve is dat ik er 6 keer het hart heb. En die wil ik toch wel laten horen aan jou. Nou is de vraag, moet ik nu gewoon weer Jacobi doen? Of moet ik nou gewoon op twee niveaus reëel bieden? Ja. Nou, er zijn verschillende opvattingen over. Maar in de basiscursus leren we gewoon, blijf gewoon je conventies zoals Steeman en Jacobi toepassen. Dus ik ga nu 2 ruiten bieden. Helemaal goed. Lijkt me ook goed, hè, om het niet onnodig ingewikkeld te maken. Precies. We hebben hetzelfde systeem. Ja, waarom moet ik doen als het ook makkelijk kan? Nou ja, ik heb iets geleerd. Op het moment dat mijn partner een Jacobi doet, of iemand een transfer doet, dan mag ik eigenlijk niet nadenken. Ik bied gewoon 2 harten en hij komt weer terug bij jou. Ja, en dan is het voor mij met mijn 2 punten passen. Ja, het is alleen maar... En dan mag je mooi 2 harten spelen, Tom. Om het contract te verbeteren. Top, ik denk dat ik het wel ga maken. Dat lijkt mij ook wel, ja. Mooie kaart bij hem. Ziet er goed uit. Ja. Helemaal goed. Dus mooi, dat was een volle pot van 1 sans. Nou, hier weer de advies. Dus gewoon hetzelfde systeem als je geleerd hebt naar de opening van 1 sans. Ja. Ik ben weer aan de beurt. Het is volgens mij dezelfde kaart. Er wordt een ruit geopend. Dus ja, ik bied weer een sans toe. Ja. En nu ben jij. Nou, dat ziet er positief uit. Partner heeft tussen de 15 en 17 punten. Ik tel er al 9. Dus we zitten al. Partner heeft bovendien een ruiterdekking achter de openaar. Dat is ook gunstig. En ik ga toch nog eens even onderzoeken of er een vierkaart is in de hoge kleur bij Tom. Dus ik bied de themaconventie 2 klaven. Ach, dus het is eigenlijk precies hetzelfde als ik een sans open. Ja. En hier gelden ook weer de volgende antwoorden. Ik heb 3 antwoordmogelijkheden. 2 ruiten. Ik heb geen vierkaart hoog. 2 harten. Ik heb een vierkaart harten en misschien nog een vierkaart schoppen. 2 schoppen is ik heb geen vierkaart harten, maar ik heb wel een vierkaart schoppen. Nou, ik kan dat gewoon tellen. Ik zie 4 schoppers, dus ik bied 4 schoppen. Een vierkaart schoppen en geen vierkaart harten. En dan laat ik het van mijn partner afhangen. Ja, nou, dat is heel mooi, die schoppenkaart. Ik heb precies 9 punten. Ik kan misschien een puntje voor de ruiten bijtellen. Maar dat, ik ga toch proberen om of de manche erin zit. En ik zit een beetje te twijfelen. Eigenlijk het goede bod is 3 schoppen. Partner, ik heb 8 of 9 punten. Helemaal goed. Strak aan de regels, hè. 3 schoppen, want 15 plus 9 is nog maar 24, is nog geen ruimte. Daarom. Ik heb 16 punten. Mijn partner vraagt eigenlijk van, ben je minimaal of ben je maximaal? Minimaal zou 15 punten zijn. Maximaal zou 17 punten zijn. Ik zit er een beetje tussenin. Maar bij twijfel en met deze mooie kaart ga ik zeker 4 schoppen bieden. Ja. En dat wordt waarschijnlijk het eindcontract. Ja, dan komt er nu gauw snel een pasje bij mij. Ik ben heel blij. Top. We gaan 4 schoppen spelen. En weet je wat het voordeel is? Met deze opening, ik denk dat eruit de koning goed zit. Ja, die kant is heel groot. En dat kan je ook meewegen in je opwaardering van je kaarten. Ja, ja. Een mooie hand inderdaad. Leuk. Supergoed. Nee, hartstikke leuk, Tom. Dit waren weer een aantal mooie oefeningen. Wat een meerwaarde kan zijn voor mensen om te bieden. Als je het nou nog eens vaker zou willen bieden, zet hem gewoon op pauze. Als wij de bieding zijn gestart, en probeer gewoon zelf je bieding af te maken. En dan kun je daarna vergelijken of dat je hetzelfde hebt gedaan als Tom, of als Tom, of als allebei. Zo is dat. Hey Tom, dankjewel. En hey. We gaan snel weer nieuwe filmen. Tot de volgende keer. Ja. Goedjes. Hoi. Oké.